Steven, weer een hectische dag. Je zat in ieder geval mee op het moment van de waaiers. Een deel van het team zat daar niet mee. Was dat eigenlijk een verrassing breed voor de ploeg dat het daar zou kunnen gaan breken? Denk het wel, anders hadden we denk ik wel met z'n allen van voren gezeten. En dat was niet echt een goede situatie natuurlijk dat we daar, dat alleen Timo en ik gelukkig snel konden terugkomen. En dat de rest daar best wel lang heeft moeten achtervolgen en dat kost natuurlijk energie. Dus ja, dat was niet helemaal een goed moment van de ploeg. Jij zit wel voorin. Zit je daar dan wel op het gemak, wetende dat in ieder geval in de tweede groep ze volop kop rijden? Ja, op het gemak. Ik zat op het gemak. Die jongens niet, denk ik. Dus ja, dan is het wel zaak voor hun om proberen het gat dicht te rijden met Primoz erbij. Anders zit je daar inderdaad, mis je complete slag. En ja, goed, alles kwam uiteindelijk weer bij elkaar, dus dat is mooi. Wat voor dag was het voor jou vandaag? Ik bedoel, er gingen een aantal klassementsmannen mee van voren op de muur. Was het ook voor jou de bedoeling om in ieder geval daar ook mee te springen als het zou kunnen? Well, ja, het zou kunnen natuurlijk, maar ik weet dat dit soort aankomsten niet ideaal voor mij is. En ik verloor ook in de sprint, kwam ik op 10 seconden binnen, denk ik. En ja, dat hoop je natuurlijk niet, maar ja, onderaan, ik kwam gewoon niet in een goede positie onderaan de voet. En dan moet je wat renners ontwijken en in de remmen en dan optrekken. Ja, en dat is daar redelijk dodelijk natuurlijk op een klim van 2 kilometer. En ja, goed, je weet dat het een moeilijke klim is voor mij. Dus ja, ik heb geprobeerd om zo hard mogelijk omhoog te rijden. En die 10 seconden is dan die 10 seconden maar. En dan gaan we weer verder. Het feit dat jij niet in de ideale positie aan die klim kan beginnen. Komt dat ook omdat je ploegmaat die je misschien zou moeten afzetten hun kruid hebben verschoten in het terughalen van Roglic? Nee jongens, ze deden echt heel goed werk in de aanloop na deze klim. Op het rondje zelf, zeg maar, na de eerste doorkomst. En, maar goed, ja, er zijn gewoon een aantal hele sterke ploegen hier met BMC en Movistar. En ja, dan moet je ook kiezen of je ertussen kunt blijven of niet. En Primoz en ik, die moeten dan, die gaan onze eigen kans. En dan, zijn er wat een paar renners beter in dan ik die hem in het plaats. En, daar kom je soms op een gat en dat gebeurde. En, ja, goed, het is 10 seconden en het zegt waarschijnlijk niet zo heel veel. Want volgens mij zat Froome ook op een klein gaatje. En die verwacht ik ook gewoon dadelijk in de bergen. En, ja, en ik voel mezelf nog steeds goed, dus ja, is verder geen probleem. Nu 2 dagen redelijk rustig probeert door te komen en dan voor Roubaix? Ja, het is inderdaad 2 massasprints hopelijk. Zeker met Dylan. En voor ons is het zaak om die daar gewoon goed door te komen. En dan zullen we zondag vol aan de bak moeten. Ja. De schade van 2 dagen geleden, heb je daar nog last van? Nee, dat was allemaal redelijk kleinschalig. Dus gelukkig heb ik daar geen hinder meer van. Daar hoef je niet meer over te beginnen? Nee, zeker niet. Dankjewel.